Ik verzoek nu de heer Lambert Michel om de banen officieel te openen. Oh, wat een mooie rol. Ja, we zijn er in het Schelfvorspark. Wat is hier vandaag te doen? We hebben de baan kunnen renoveren. Die was in hele slechte staat. En dankzij een donatie van Kroonoi Foundation zijn wij in staat geweest om de banen te laten renoveren. En die worden nu heropend. En deze banen, worden die bespeeld door een vereniging? Wij zijn een onderdeel van het ontmoetingsplein 55PLUS hier van Schelfhorst. En daar is deze groep door ontstaan. En daar was een meneer van in de 90, die wilde graag weer Sjeur de Boelen. En daar heb ik dus dat idee heb ik omarmd. En naar lang zoeken en vragen hebben een leuke groep. En die we spelen hier elke week, soms twee keer per week. Ja, koffie staat ook. Hele oude baan en die was kapot. Die vriest een keer op en dan valt er weer, en dan is er niks meer. En wat heeft ze toen gedaan? Ik heb gevraagd als er ook Sjoe de Boel liefhebber was. En die heeft u gevonden? Ja, Schelfhorst. Hoe vaak gaat u spelen? Het is maar één keer in de week. Maar bij waar wij waren, iedere dag. En waar was dat? In Groningen. Lik. En ik heb net geleerd dat daar in Groningen dat u dorp van dorp speelde. Wat is dat? Met alle dorpen in Amtrak ook. Ja. Dan ging er een groep naar dat dorp en dan naar dorp. Maar ze kwamen ook terug natuurlijk. Dat is gewoon competitie tegen elkaar. Ja. Heeft u wel eens gewonnen? Ja, natuurlijk.